Vorige keer hebben we het met elkaar over iets gehad waar ik op terug wil komen. Want het is eigenlijk lang geleden dat ik zoveel reactie heb gehad. Dus op een of andere manier waar we het vorige keer over hebben gehad, heeft zo een snaar geraakt bij veel van ons. Dat daar moeten we zijn. En als je hier nou voor het eerst bent of je kijkt voor het eerst mee, geen zorgen, we gaan zo even, ik ga even terughalen van wat was nou de hoofdlijn van vorige keer. En ook als je het gemist hebt en je wilt alsnog zien, dan hebben we een app, de Jonge Vrij app. Daar staat de preek in sowieso van het hele jaar. Dan kan je alles terugkijken, dat is ook echt een aanrader. Er zijn ook al mensen die helemaal niet de gemeente bezoeken en die dat aan het volgen zijn. En die zeggen, man, dat verandert mijn leven. Leuk hè? Grappig, daarom krijg ik er ook steeds meer zin in. Ik had nu ook voor vanochtend alweer zoveel zin, want ik denk, weet je, hier beleef het met elkaar, maar er staan een camera op en straks is het allemaal beschikbaar. En het is levensveranderend en dat gaat het nu weer zijn. Ben je er klaar voor? Ja. Dat je leven ten positieve veranderd wordt, omdat God goed is. Vorige keer keken we naar toen Jezus in zijn thuisstad in Nazareth, waar hij opgegroeid is, de boekrol opende, ging hij naar Jesaja en een van de dingen die hij zei, ik ben gekomen om gebroken harten te helen. En toen zagen we, ja, bij gebroken hart denken wij aan mislukte relatie tussen jongetje, meisje, whatever. Maar dat ging het eigenlijk niet over. Die gebroken harten ging over dat de relatie tussen God en mens verbroken was geraakt. Dat is de relatie, dus eigenlijk vader-kind. Dat levert de mensen gebroken hart op. En toen hij net voordat hij naar de hemel terugging, toen was hij inmiddels aan het kruis geweest, alles opgelost, alles gedragen, alles doorbroken. En daaromheen zei hij nog even, ik laat jullie niet als wezen achter. Nou, het was niet dat die discipel op dat moment geen, want hij zei dat tegen zijn vrienden, waar die als het ware een beetje in opleiding bij hem waren. Het was niet dat die geen vaders en moeder hadden, maar hij zei, ik laat jullie niet verweest achter. En daar bedoelde hij mee, niet weer dat jullie zonder mij leven. Dat is het hele punt. Een mens zonder God is verweest. Hij zei dat zo, lees maar even mee, Johannes 14, vers 18. Ik laat jullie dus niet verweest achter, ik kom bij jullie terug. En dat bedoelde hij niet fysiek, maar hij zou zelfs in ons komen wonen. Dus eigenlijk de sleutel voor een gebroken hart, zagen we ook, is intieme relatie met God. En niet alleen een relatie die je weet, waar je van weet, maar ook een die je gelooft en die je dus beleeft. Iets wat in je hart gebeurt. Nou, ik zal gelijk vertellen, toen ik tot geloof kwam, ik ben later tot geloof gekomen, had ik echt geen benul wat eigenlijk een zinvolle relatie is en hoe je dat hebt met iemand. En toen kwam ik tot geloof en dan kom je in de christelijke wereld en dan denk je, ja, daar hebben ze dat allemaal op een rijtje. Dat bleek soms nog erger te zijn. Want het is één ding om zonder het zicht op een fatsoenlijke relatie op te groeien. Het is nog wat anders om op te groeien in een situatie waarbij de relatie als volgt werkt. Als jij je goed gedraagt, dan hou ik van je. Dan krijg je echt hele, daar krijg je hele verweesde mensen van. Dus ook die lui die het dan allemaal zou moeten weten, zag ik net zo struggelen als mezelf. En weet je, hoe ik het van mezelf beschrijf is, als ik dus liefde, God is liefde, dat krijg je heus wel te horen, krijg je altijd te horen. Maar God is liefde, en weet je waar mijn moeite zat? Ik dacht, liefde komt als een gevoel. En het is niet helemaal onwaar dat liefde een gevoel is. Maar dan lazen we bijvoorbeeld de tekst, de eerste keer dat de Heilige Geest genoemd wordt. Dan staat er in Romeinen 5, en de liefde is in jullie harten uitgestort. En las ik dat, dacht ik, oké. Heeft mijn hart naast de douche gestaan of zo, toen het werd uitgestort? Ik zat maar te wachten op een gevoel. Op een emmer liefde die dan over me heen gegoten zou worden. En dat ik zeg, en nu voel ik me geliefd. En dat is eigenlijk met alles. Dat had ik eigenlijk toen God compassie me liet zien en bewogenheid. Had ik hetzelfde, verwacht ik ook weer een gevoel, een emmer die... Maar wat is nou het grote geheim? Liefde komt door een relatie. Je kan alleen liefde ervaren als je een relatie met iemand hebt en je ziet diegene van jou houden. En diegene heeft ook gevoel voor je, maar door die ander te leren kennen kan je dat ook echt ontvangen. Dat is liefde.
En dan komt er ook gevoel mee. Maar liefde komt dus niet als een emmer, liefde komt uit de relatie. En als je dus niet zo goed bent in het hebben van relatie, dan voel je dus niet zoveel, want dan heb je dus moeite om te ontvangen. En dat was eigenlijk behoorlijk sterk mijn probleem. En dat kan zelfs door je leven heen, als je in nieuwe seizoenen komt in je leven, in nieuwe fasen, kan dat weer opspelen. Bij mij speelde dat bijvoorbeeld op in mijn bediening, in mijn rol. Daar zal ik zo nog wat meer over vertellen. Maar met de hele serie die we van nu af aan gedaan hebben, weet je, in januari begonnen we met gerechtigheid. Even ter herinnering, als je vastzit ergens in je leven, dan ga je zeggen, ik ben de gerechtigheid Gods in Christus. Dat was als een bijl dat je de ketting om je heen afhakt. En zo gingen we in beweging komen en we leerden zorgen. Met de bezem, nee, hou je zorgen vrij. Hou je denken boven, dat was de volgende. En de laatste keren, voordat ik begon over eigenlijk ging het vorige keer over het gevoel dat je er alleen voor staat. Je eenzaam voelen is één ding, maar dat kan zelfs op deelgebieden in je leven. Ja, de kinderen moeten opgevoed worden, er moet voor de kinderen gezorgd worden en ik sta er alleen voor. Dat gevoel van, man, hier zit ik vast, ik kan er niet omheen, ik moet dit aan. En toen zagen we, dat is eigenlijk verweestheid. Bij verweestheid denk je gelijk, dan heeft iemand geen vader en moeder. Maar verweestheid kan dus ook gewoon in het leven van de gelovigen spelen, doordat simpelweg die relatie niet zinvol is met God. Dat is niet goed ontwikkeld, dat is niet, zit niet op zijn plek, of dat ontwikkelt niet daar naartoe waar het mag zijn. Maar ongemerkt zijn we aangekomen, had ik niet door. Maar de afgelopen week liet de Heer me ineens zien van, kijk, wat je allemaal gepreekt hebt, dat is er een soort lijn in, en dat staat allemaal in Romeinen 8. En dan denk je, oké. Nou, maar Romeinen 8, als iedereen die de Bijbel een beetje kent en iedereen die zich daarin heeft verdiept, Romeinen 8 is een absoluut hoogtepunt in de Bijbel. En de Romeinenbrief is sowieso een hoogtepunt, maar in de Romeinenbrief heb je weer opbouw, want het heeft 16 hoofdstukken. En 8 is eigenlijk weer, als je de Romeinenbrief even als een berg ziet, de geestelijke berg die je kan beklimmen, dan is de Romeinen 8 het hoogtepunt. En tot dat hoogtepunt is het vooral klimmen en zwaar, maar daarna gaat het leven makkelijker. Het is leuk, zijn de Romeinen 8. Zullen we even meekijken? Romeinen 8 vers 1. Dus is er nu geen enkele veroordeling meer voor wie één zijn met Christus Jezus. Twee dingen. Jezus zei, ik laat jullie niet verweest achter, ik kom bij jullie terug. En hoe? Man. Eén. Als mens kan je het bijna niet eens voorstellen. Je verkleeft, verweven, in elkaar verstrengeld, helemaal één. Dat door in de Heer Jezus te gaan geloven in wat hij aan het kruis voor jou heeft gedaan, ben je één geworden met Christus. En in die relatie is er geen enkele veroordeling meer mogelijk. Dus je bent rechtvaardig, dus je mag ook echt hardgrondig zeggen, ik ben de gerechtigheid van God in Christus. Amen. Die situatie in mijn leven, dat doet geen recht aan wie ik eigenlijk ben in Jezus. Dat hoort Jezus niet te overkomen, dus mij ook niet. Dus daar ga ik tegenspreken, want ik ben de gerechtigheid van God in Christus. Zo is er thans geen veroordeling. Maar zelfs in hoofdstuk 8 zit weer een berg. Dus Romeinenbrief is een hoogtepunt in de Bijbel. In de Romeinenbrief is hoofdstuk 8 een hoogtepunt. En in hoofdstuk 8 zit ook weer een hoogtepunt. Dus we gaan eerst even kijken naar de andere kant van de berg. Het begint met geen veroordeling. Een goed begin. Amen? Geen enkele, nooit. Wauw. Want er is zoveel reden voor veroordeling. Er gebeuren zoveel dingen in je leven dat je jezelf stom vindt, anderen stom vindt. Maar er is geen enkele veroordeling. En het laatste vers zegt, vers 38. Ik ben ervan overtuigd dat, en dan begint hij te zeggen, hoogte, diepte, machten, krachten, eigenlijk, dat zegt hij, niets ons kan scheiden van de liefde van God, die ons gegeven is in Jezus Christus, staat er dan. Wat was het probleem van een gebroken hart? Dat de mens gescheiden was van God. En wat zegt het einde van hoofdstuk 8? Niets kan ons nog scheiden. Voor de video, weet je, de microfoon staat uit, maar het gejuich breekt hieruit en Maar dit zijn geestelijke waarheden, maar dan kunnen wij dus als gelovigen rondlopen met het gevoel van ik sta er alleen voor. En dat is dus nog steeds dat verweest zijn.
Dat gewoon hoe je voordat je God kende of voordat je God goed kende, voordat je een zinvolle relatie met hem had, hoe je toen leefde, dat is eigenlijk, ja, daar sta je er ook alleen voor. En hoe je dan helemaal gaat leven en volgens patronen gaat leven en je denken vormt. Dat is eigenlijk onze default modus, hè? Dat is die, hoe de zondeval ons vormt, onze identiteit eigenlijk vervormt. Ja, nou, dan gaan we naar het midden. Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, hier heb je hem. Je hebt niet de geest gevangen om opnieuw bang te zijn. Wat hebben we voor eenzaamheid en voor alleen ging het over? De volmaakte liefde drijft de angst uit. Geen angst meer in ons leven, want God heeft ons volmaakt lief. Er is geen veroordeling meer en we kunnen niet gescheiden worden. Want je hebt niet de geest gekregen die jou op enige angst aan zal of kan jagen. Komt nooit van God angst. En dan komt hij. Maar je hebt ontvangen de geest van het zoonschap. Door welke wij roepen Abba Vader. Maar even, ik wil even eruit lichten voor vandaag. De geest van het zoonschap. Kijk, als je in het buitenland bent en je spreekt Engels, die verweestheid, dat noemen ze een orphan spirit. En dat heeft dus niet per se alleen met vader en moeder te maken, maar vooral de afwezigheid van God als je hemelse vader, als Abba. En die geest van het zoonschap komt dan ook als eerste. En wat doet hij als eerste? Want die geest van het zoonschap is bedoeld die orphan spirit bij jou uit te wissen. En wat doet hij dan als eerste? God identificeren als Abba, Vader. En dit heeft ieder mens nodig. Dik, toenemend, meer, groeiend. En ik ook. Man, wat had ik dit nodig. En wat kwam ik vorig jaar nog op een punt? Dat bleek gewoon bij mij niet goed te zitten. Ja, weet je, niet goed zitten, maar... Gewoon niet. Ik had daarin niet ontvangen wat de Heer voor me heeft en wat de Heer voor me wil. Andere vertaling zegt hier trouwens, voordat de meisjes onder ons denken, ja, geest van het zoonschap, lekker. Andere vertaling zegt de geest van aanneming tot zonen en dochters. En dat staat er terecht. Zo mag je het uit het Grieks lezen. Wij zijn aangenomen als zonen en dochters, maar dat is niet de bedoeling dat dat iets wordt wat je weet of iets blijft wat je weet. Het begint met kennen, maar daarna mag het geloven worden. Dus dat is een geest. Ik zal straks laten zien waar en hoe je die geest kan ontwikkelen, wat je daar nou aan kan doen om dat meer te beleven. En dat staat dus tegenover die orphan spirit, want dat is ook een geest. Nou, toen ik ziek werd, bleek ik op gebied van mijn lijf nog totaal in orphan spirit rond te hangen. Want tot dan toe, wat er ook gebeurde in mijn leven, dan bad ik en binnen 3 dagen was het weg. En vorig jaar ineens niet. En dan na 3 dagen komt dag 4, volhouden in geloof. Godsman van geloof en roeping. Niet hè? En dan ga je daarover nadenken en dan kom je uiteindelijk denk je, ja, ik begrijp het niet. Ik begrijp het niet, wat is er? En weet je wat de volgende gedachten zijn? Ik zal wel iets verkeerd hebben gedaan. Mijn bediening zal wel stoppen. En dat zijn al die verweesde gedachten. Zie je toch weer, want nou is er ineens wel veroordeling. En in je gevoel is er ineens afstand tot God. Scheiding. Daar zie je die andere spirit in plaats van de geest van het zoonschap. Maar ja, weet je... Prijs de Heer, hij trok zich naar me toe, ik kwam bij hem, ik kwam daarmee met hem bij hem en Heer, waarom geneest u mij niet? Ik snap het niet. En toen, het is mijn voorbeeld, hè? Bij jou werkt het misschien anders, bij jou zit het misschien heel anders. Dit is niet dat je dit 1 op 1 kan plakken op ieder leven en op iedere situatie. Maar weet je wat hij tegen mij zei? Het probleem is, als ik je nu genees, ben je over 1/2 jaar weer ziek. En dan ga je meer gefrustreerd zijn dan dat je nu bent. Oké. Maar ik voel me nu niet geliefd. Nee, zei de Heer, maar weet je, kom maar eens bij me. Dan ga ik eens laten merken hoe ik mij nu bij jou voel. Wat ik nu bij jou voel. Wil je het weten? Vroeg hij, hè? Wil je het weten? Ik zei, wil ik weten, Heer. Wat voelt u dan nu bij mij? Hij zei, bewogen. Ik ben bewogen bij je. Oh, hè? Hè? Even hoor, ik heb een probleem, ik heb een burn-out, dan moet ik uitkomen, u bent God, u kan dat doen, u doet het niet, en u bent bewogen bij mij, wat heb ik daaraan?
Daar heb ik niks aan. Nee, zei de Heer, dat klopt, want ik kan het niet bij je gevoel. En wat is bewogenheid dan? Ga je nadenken over, ben bewogen bij je? Ik was wel verrassend, want je weet dat het ergens dat het goed is als de Heer bewogen bij je is. Maar ik zat er te wachten op een emmer bewogenheid. De Heer zei, nee, kom dichterbij. Ik heb je nodig in die relatie. Jij moet mij gaan begrijpen. En daarin ging hij dus laten zien dat er nog patronen zaten in mijn hart en in mijn leven. Dat als hij me zou genezen en daarna ging het weer mis, dat er waarschijnlijk een grotere afstand tussen ons zou ontstaan. Omdat ik hem dan helemaal niet meer begrijp. Want ja, nou hadden we toch zo en dit en hebben we het gedaan en nu en niet en blablabla. Hij zei, ik heb je dichtbij nodig en ik wil dat je gaat begrijpen dat ik bewogen met je ben en wat dat betekent. En dat dat stap 1 is in je genezing. Dat je leert ontvangen en begrijpen wat het betekent dat ik bewogen met je ben. Ah, denk, oké, die heb ik opgelost. Week. Terug naar dit 3 dagen systeem. Ging niet gebeuren. Tot nu toe is God nog aan het uitleggen wat het betekent dat hij bewogen is. Ik heb dat wel al gepakt. En ik zal daar zo nog iets meer over vertellen hoe zich dat ontwikkelt. Maar nu nog weer, afgelopen week, en ik denk dat dat dus ook voor jullie is, voor jullie hier en voor de mensen die meekijken, of dat nou is in de andere locaties of via de app. God ging me iets laten zien. Het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Op een gegeven moment vragen ze, hoe zit de wet in elkaar? Ja, heb God lief boven alles en je naast als jezelf. Volgende vraag, wie is mijn naaste? Dan ga Jezus een verhaaltje vertellen. Dan zegt hij, er was dus een man die liep op de weg van Jeruzalem naar Samaria en die werd daar overvallen. Hij werd beroofd van zijn kleren en daarna sloegen ze hem zo in elkaar dat hij half dood bleef hij daar liggen. Dus tussen die twee steden in ligt daar iemand op zo'n pad, half dood. En dan gaat hij vertellen en er kwam een priester langs. En die liep er met een boog omheen, zegt de ene vertaling. En aan de andere kant staat, hij liep aan de overkant van de weg. Nou, dan gaan die Nederlandse, dat denken van ons zit natuurlijk gelijk met trottoir. En nou, dat hadden ze in die tijd al, maar in ieder geval grote afstand. Zo van, nee, niet bijkomen. En dus toen lag hij daar nog. En toen kwam er een leviet kwam er langs. En dat is hetzelfde verhaal. Die ziet het en die denkt, nee. En dan komt er een Samaritaan en Joden en Samaritanen waren in die tijd niet zo gek op elkaar. Ik weet niet hoe dat nu is. Maar in ieder geval, dan komt er een Samaritaan en die ziet dus een Jood liggen. Want het was een Jood die neergeslagen was. En die gaat die helpen. Dus twee hebben een hekel aan elkaar. Twee broers zijn er langs gelopen en die twee die een hekel en die ene gaat helpen. En dan staat er dit. Lucas 10. Maar een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn buurt. En toen hij hem zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen. Jezus die vertelt, hè? En die aan mij nog steeds aan het uitleggen is hoe bewogenheid werkt. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden en goot er olie en wijn op. Hij tilde hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. En zelfs als hij, dan blijft hij nog een nachtje bij hem bij die herberg en de volgende dag laat hij nog weer geld achter bij die herbergier en dan zegt hij, en straks kom ik nog weer terug. Weet je, mijn concept bij Jezus was, als er iemand neergeslagen is, pakt hij hem bij de hand, trekt hem overeind genezen. Hier zie je al, waar er ontferming en barmhartigheid komt, komt er een proces van genezing. Jezus is wel van het verzorgen, vooral als het over je hart gaat en als hij je lief gaat hebben als je naaste. De wet was, heb uw naaste lief als uzelf. En ik zit hierover na te denken afgelopen week. Weet je wat de Heer zei? Al die persoonlijkheden die je in dit verhaal ziet, zitten allemaal in jou. Hij zegt, je hebt ook zo'n priester die zo fijn gelovig is en zegt van, nee joh, ik ben niet neergeslagen, kom op, door. En je ego wat zegt, kan toch niet waar zijn? Ik ben geroepen door God, ik ben de senior voorganger van Jonge Vrij. Kan niet waar zijn dat ik daar op de grond lig als een neergeslagene, dat mijn ziel niet meer wil. Kom op, door. Wij hebben die orfen in ons en dat ego van ons. Wie denkt van ego, waar komt dat nu weer vandaan? Kijk de preek van vorige keer terug. Wij zijn dus geneigd om langs onszelf te lopen. Om apart, hè? Heb u naaste lief als uzelf. Hoe goed wil je voor jezelf laten zorgen? En op het moment dat ik niet meer door kon in mijn werkzaamheden, ik kon niet meer. Iedereen, wie er ook nog alles moest erkennen, ik kan niet verder, ik ben neergeslagen.
Toen kon de Samaritaan erbij. Weet je, al die rennende poppetjes in ons, die moeten allemaal voorbij. Totdat ze klaar zijn en dan kan Jezus erbij, want die is ook in ons. Die wil ons gaan verzorgen vaak, van binnenuit. Leuk, en 2 maanden geleden was ik in de Filipijnen en toen kwam dat eigenlijk dat hele verhaal van, joh, God heeft compassie voor je tot de hoogtepunt. Weet je hoe? We staan er in een dienst en de andere prediker die gaat bedienen. Ik was er ook om te preken, maar er waren ook andere predikers. En hij gaat een bedieningsmoment doen en hij doet een soort uitnodiging waarin hij prikkelt. Zeg nou eens tegen de Heer wat je wil. En ik versta, zeg nou eens tegen de Heer wat er is. Oké, ik ben in de Filipijnen. Daar ziet mijn bediening er weer een beetje uit hoe het hoort. Zaal met duizenden, preken, iedereen op de banken. Yeah! Maar ja, je kan je gevoel niet omzeilen. Je moet ook weer terug naar waar je vandaan komt. Dus hij zei, zeg nou eens wat er is. En weet je wat er uitkwam bij mij? Heer, als ik nou helemaal eerlijk ben, vind ik de eerste 10 jaar van mijn bediening gewoon niet leuk. En nu zeg ik het heel diplomatiek voor de video. De eerste 10 jaar waren niet zo leuk. En weet je wat apart is? Op dat moment weet je, alles wat ik nu voel daarover is niet eens waar. Want er hebben toptijden bij gezeten. Er is zegen geweest. Er zijn dingen goed gegaan. Er is alle reden om te juichen. Maar ik heb het niet. Maar die priester hoort dus, die zegt daar, nee. Er is ook allemaal zegen. Wees dankbaar. Die leviet die zegt, nee, dat kan niet waar zijn. We hebben meer geloof in de Heer. Die heeft dit niet laten gebeuren. Kijk even de andere kant op. Maar dit was nou gewoon, kijk, zegt de Heer, en hier wil ik je nou hebben. Hier wil ik je nou hebben, dat jij open en eerlijk tegen mij zegt wat jij ervan vindt. Hij zegt, tot die tijd dat je dat niet deed, liet je iedereen in je omgeving open en eerlijk weten wat je ervan vindt. Maar niet door dat zo te zeggen, maar door zijn giving them a hard time. Je gaat altijd de anderen schuld geven. Het was niet leuk met jullie. Dat zeg je niet, maar zo kan je gedragen. Nou, weet je, je komt voor de Heer en die zegt, wees nou open en eerlijk. Ja, maar Heer, er klopt van alles niet in wat ik hier voel en vind. En zegt de Heer, alsof ik dat niet weet. Maar dat jij het zo ervaart, daar heb ik nu bewogenheid mee. Ik weet wel dat deels je vlees is. Ik weet dat ik volop gezegend heb. Ik weet dat ik veel vaker heb gezegd, word nou rustig, word nou stil, maak nou eens tijd voor mij. En dat een hoop van je moeite had kunnen voorkomen, weet ik allemaal. Maar het feit dat je hier nu bent en dat je dit nu eruit laat komen en dat betekent dat ik er nu eindelijk bij kan. Ik kan er nu eindelijk echt bij. Waarom? Omdat nu de relatie eindelijk zinvol is. Want ik kwam er dus achter, een zinvolle relatie met iemand hebben is vooral als het open en eerlijk is. Was mijn vrouw ook heel blij mee? Gek genoeg zat het in mijn huwelijk al veel langer beter. Maar dan moet je dus naar de Heer ook, want dan kunnen die religieuze rakkers aan je binnenkant nog omheen lopen. Of je omgeving die zegt, kom op, pastor, blijf geloven. Je kan het en je bent geroepen en we staan achter je. Dank je. Ga goed met mij trouwens, hè? Ga hartstikke goed. Weet je wat, toen ik er later over nadacht, want de Heer blijft dan natuurlijk triggeren. Hij zegt, nou zijn we eindelijk waar we wezen moeten. Gaat niet over die afgelopen 10 jaar. Gaat niet over of jouw gevoel daarin helemaal klopt en wat er wel waar en niet waar is. Het gaat erom dat het nu open is tussen ons. Nu hebben we echt open verkeer. Dit is nu relatie en nu kan het van mijn kant naar jou gaan stromen waar dat nodig is. Nu ben je geen orfen meer. Nu gedraag je als een zoon. Nu is het open. Nu durf je tenminste te komen. Nu hou je geen religieuze nonstrop na. Nu heb je niet zogenaamd geloof om te ontkennen dat je eigenlijk een probleem hebt. Want als je echt geloof zou hebben, je had een probleem, was het probleem weg. Maar wij lopen dus vaak met zogenaamd geloof, lopen te jong leren, hoog te houden en doen we maar net als met het andere beeld is kop in het zand en doen alsof het er niet is. Het is er wel. En we lopen er vaak mee en we laten onze omgeving merken, maar eigenlijk moet je ermee bij de Heer zijn en open en eerlijk zeggen, zo vind ik het. Ook als je weet dat er eigenlijk geen fluit van klopt wat je ervan vindt. Weet je, toen ik daarna erover sprak met de Heer, weet je wat, toen zei de Heer, en wat is het dan precies? Weet je wat er uitkwam bij mij? Wat zo vervelend was aan die 10 jaar, dat ik het gevoel had dat ik het alleen moest doen.
Het gevoel dat ik er alleen voor stond. En deels was dat waar in de praktijk. Dat kan je vragen aan mevrouw en aan de staf van ja, mensen wisten ook gewoon niet hoe ze met mij om moesten gaan in mijn rol. Of wisten niet wat daar dan goede hulp omheen was. En daar stond ik er ook alleen voor. En kijk dat gevoel, die spagaat. Ja, mooie verhalen vanaf het podium, maar mijn praktijk. Mooi hoor, en geloof het allemaal waar. Maar ik moet nu wel, weet je wel, ook al zeg, de Heer wil overal allemaal bij zijn. En je maakt nou tijd. Tijd om met de Heer te hebben. Quality time. Ja, moet je weten wat ik op mijn lijst heb als ik wakker word. Hè? Je zal gescheiden vrouw zijn bij wie de kinderen zijn achtergebleven. Dan word je wakker. Dan heb je al die zijn ze weg? al die jengelaars. En dat begint. En met een beetje pech moet je nog 2 banen erop nahouden om te kunnen overleven. En dan zou je eigenlijk nog wat willen bereiken. Zou je een studie erbij willen, maar dat kan allemaal niet. Dus het gaat allemaal ten koste van jou. En dan komt er iemand vertellen dat je quality time voor de Heer moet maken. Waar? Ik ken al die gevoelens van frustraties. Dat tussen wat je weet wat waar is en in het geloof waar is en die praktijk dat moeilijk is. Maar ik zal je vertellen nu, dit is die orphan spirit die zo gefrustreerd raakt. Want de Heer is er overal en die eenheid is er voortdurend. En hier mogen dus in groeien. En je krijgt het nu te horen niet om je verder te frustreren, maar omdat de Heer zegt, ik wil je eruit halen. En want ik ben bewogen met je. Ik ben ook bewogen met jou. Nou, heel even de context van de geest van het zoonschap. Zoveel zich laten leiden door Gods geest, die zijn zonen en dochters van God. Kijk, toen de geest mij eindelijk kon leiden, mij kon verleiden om open en eerlijk te zeggen wat ik ervan vond, toen werd ik geleid door de geest. Die aanmoedigde, toe maar. Ga maar naar de troon en knal het eruit. En dan komt dus die geest van het zoonschap en nu komt die vers 16. Die geest van het zoonschap getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. God, als jij in Jezus gelooft, woont Gods geest in jou en die geest is nu aan het getuigen. Jij kent van God ben. Dus de context van dat verhaal over die geest van het zoonschap is, die geest is voortdurend aan het getuigen aan je binnenkant. De geest getuigt, jullie zijn kinderen, jullie zijn waardevol. Man, ik wil bijna van het podium afspringen om jullie allemaal vast te pakken en een hug te geven. Jullie zijn kinderen, de geest getuigt het. En op het moment dat hij het kan getuigen, word je ook geleid door de geest. Zou het kunnen dat wij unstoppable worden, als de geest van het zoonschap sterk is? En we laten dus steeds, hier het geheim hier is, mag die geest bij jou getuigen? Krijgt hij de tijd om te getuigen? Of mogen al die gedachten uit die orfenen, uit dat verweestheid, allemaal bepalen wat de temperatuur is en de dag en de verwachting? Boos, gefrustreerd, noem het allemaal maar op. Komt allemaal uit die andere geest. Dus kunnen er momenten komen in jouw dag waar die geest kan getuigen? En ga ik nog preciezer laten zien waar? In Filippenzen 4. Filippenzen 4 is niet zo leuk. Er wordt iedereen aangesproken op achterlijk gedrag en dit en dat. Maar er staat er zo'n zinnetje tussen. Dat is zo mooi. En dan zie je, oh, daar zit het. En dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken. Weet je, dat al jouw gedachten, dat de geest in zit. Het is dus die ene geest of die andere. De geest van verweestheid en slavernij. Of de geest van zoonschap en erfgenaam. En u moet vernieuwd worden, ik moet vernieuwd worden, wij mogen vernieuwd worden in de geest van dat denken. En dat lukt de Heer. En als het een beetje mee zit, en dan ga ik straks voor je bidden, ben jij wat sneller dan ik. De Heer kost me maar 1,5 jaar, bijna nu al, om echt te snappen, oh, dat is allemaal verweest gedrag, dat is allemaal verweest. Ik moet meer bij de Heer komen. Ik moet meer dat toelaten, die geest laten getuigen aan mijn binnenkant. Oh, zo zit het. En met die gedachte, die andere gedachte, de strot omdraaien. Ja, daar komt toch een gelovige priester. Loop jij maar door. Leuk, hè? U wordt vernieuwd in de geest van uw denken. U wordt bekleed met de nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is. Als jij in je denken tijd maakt om gedachten boven te hebben en je ziet de Zoon, dan verander jij naar datzelfde beeld. Dan verander jij naar Gods beeld. Waarom? Je ziet Jezus. En toen hij zei, ik laat jullie niet verweest achter, jullie zullen mij zien. En bedoelde hij niet fysiek, en bedoelde in onze binnenkant. In dat denken van ons zijn wij bedoeld de Heer te zien. En als we hem daar zien, ik ga zo nog iets praktischer maken, hoe dan? Want nu zitten mensen, oh, dat wil ik wel. En sommigen denken ook, ja. Je moet dat getuigenis van de geest actief leren toelaten in je leven.
En weet je, je kan zeggen, heb ik geen tijd voor? Ja, als je dat lang genoeg volhoudt, dan komt er vanzelf tijd in je leven. Alleen niet vanwege goede redenen. Laatste tekst van vandaag. 1 Johannes 4, vers 16. En dit is echt wat de Heer voor ons wil. Hier zit hij echt naar uit te kijken. Als je zegt van, kunnen we God nou vandaag ook nog een plezier doen? Ja. Wij hebben de liefde die God voor ons heeft, inclusief alle bewogenheid en alle aandacht, die hebben we gekend in de zin van weten en weten dat het er is en weten dat het bestaat. En geloofd. We geloven erin. En dan komt hij. God is liefde en wie in de liefde blijft, hier staan in het Grieks eigenlijk verblijft, verblijft in God en God verblijft in hem. Hier heb je die eenheid. Hoe leuk zou het zijn om je dagen door te gaan, dat jij in God verblijft met je bewustzijn en ook weten dat God in jou verblijft en dat dat samenwerkt. Je staat er dubbel, wat denk je, ja, waarom moet dat er nou dubbel staan? Nou, omdat het één richting verkeer kan zijn, zoals bij mij. God hield al wel van mij, al de perfecte liefde voor mij. Al zijn gedachten waren al goed over mij, hadden een goed leven voor mij, alle oplossing voor mij, het genezen voor mij. Maar ja, het is een beetje eenrichtingverkeer. Maar hoe lekker als jij in God verblijft en God verblijft in jou. En dat vindt plaats in de liefde. God houdt van je. En dat gaat veel verder. Weet je wat dat betekent? Dat hij van je houdt, dat hij perfect van je houdt, is dat hij je nooit meer af gaat wijzen. Maar ook dat hij dus bewogen is als jij jezelf stom vindt. Hoe ben ik hier nu terechtgekomen? Kan ik er niet langs lopen? Joh, gaat erbij staan. Dan komt de Samaritaan erbij staan in de vorm van Jezus. En die gaat laten zien hoe hij dat eigenlijk vindt. Je ziet toch Jezus niet vragen, wat deed jij hier alleen op die weg van Jeruzalem naar Samaria? Dat is een beetje stom, hè, dat je hier hebt laten overvallen. En heb je ook nog van je kleren laten erover? Jammer hoor. Nou, vooruit. Ik zal een beetje olie en een beetje wijn en dan moet je maar... Daar hoor je niet over in het verhaal. God ziet gewoon een neergeslagen en die gaat helpen. Weet je, Jezus is zo in detail betrokken bij ons. En dat wil hij ook graag. Je doet hem een groot plezier als je nu voorneemt. Maar hier wil ik werk van maken in mijn leven. En of ik het nou binnen voor het eind van het jaar dat ik een stapel ben. Of al kost het anderhalf jaar, net zoals onze trage senior voorganger. Of misschien ben ik wel nog slakkeriger en duurt het bij mij 3 jaar. Maar dit gaat gebeuren in mijn leven. Ik ga sterk zijn in die geest van het zoonschap. Dan moet je stoppen te geloven dat dat niet kan voor jou. Echt, hè? Meen ik, hè? Je weet het nu, maar geloof je het ook? En als je het gelooft dat dat kan en dat God dat wil voor jou, joh, Jezus wil zo graag nauw en intiem betrokken bij je zijn. En het eerste wat je ontdekt is, hij is zoveel beter dan ik dacht. Hij is zoveel minder diegene die verwachtingen bij me legt en me leuk vindt als ik dat allemaal aan voldoe. Dat interesseert hem helemaal niet. Hoor je het, gemeente en mensen die meekijken? Hij is zoveel beter dan wij denken. Zoveel liever, zoveel bewogener, zoveel betrokkener. Hij kent alle aren, alles heeft hij geteld. Hij is echt mateloze goedheid. Elke dag wilde je knuffelen. Hij vindt het veel leuk. Jij kan nu denken, oh ja, Heer, ja, ik moet ook wat meer tijd voor u maken. Dan denk je, doe ik u een plezier. Weet je waarom je hem er een plezier mee doet? Niet om hem, omdat hij denkt, het is voor jou goed. Belangrijkste. Hier plek voor maken in je leven. En hoe je het ook gaat doen. Of je ook gaat mediteren, of je aanhaakt daarbij alsnog, of je gaat die preek allemaal terugluisteren om de opbouw die God door het jaar heen gegeven heeft, je echt eigen te maken. Of je gaat zeggen, Heer, doe een bovennatuurlijk ding, want mijn agenda zit echt helemaal vol in mijn tijd. Maar het kan niet waar zijn dat ik dat allemaal alleen aan het doen ben, het beste leven is met u en u wil overal bij zijn, dat ik in die ervaring blijf lopen, dat ik het allemaal alleen doe. Kan niet waar zijn. Belangrijkste is om te geloven, nee, dit gaat stoppen en ik hoef dit niet alleen te doen. Wat er nu voor je ligt, waar je nu voor mag kiezen, je hoeft dat niet alleen te doen. Hoor je me? Het idee dat deze verandering in je leven, dat jij dat dan nu moet doen. Oh ja, nee, je kiest ervoor, je gaat het geloven. En het eerste wat je nu vooral voor je moet houden, ik hoef dit niet alleen te doen. En wat God moet sturen, dat je zo met iemand mag praten na de dienst, dat je naar de Connect gaat, dat je whatever, dat God iemand op je pad stuurt door de week, dat je via internet wat weet te vinden wat je dan raakt. Maar je moet stoppen te geloven dat het voor jou niet kan. En je moet stoppen te denken, ik moet dit alleen doen. Boodschap van vanochtend is, Jezus is veel beter dan wij denken.
En jij hoeft het niet alleen te doen. Amen.